Hoi en welkom bij aflevering 162 van Een Rijke Leven. Mijn naam is Rogier van Kuik en Bitfavo, de grootste crypto exchange in Nederland... ...heeft een nieuwe feature toegevoegd en daarmee ben je tot 100.000 euro beschermd... ...als er geld van jouw rekening wordt onttrokken wat niet door jou gedaan is. Nou, als iemand ingebroken heeft in je account of als iemand bijvoorbeeld crypto heeft overgemaakt... ...van jouw account naar een andere account terwijl je daar ook geen weet van had. En in deze aflevering gaan we eens daar verder op inzoomen wat het precies betekent, wat het inhoudt, waar je aan moet voldoen en ja, daarmee in hoeverre het dus weer een stuk veiliger is om jouw crypto op te slaan bij Bitfavo, ja of nee. Allereerst, als je denkt Bitfavo nog nooit van gehoord, Bitfavo is dus een Nederlandse crypto-exchange waar je crypto kunt kopen en verkopen, waar je ook staking rewards kunt krijgen en ook bijvoorbeeld stablecoins daar neer kunt zetten en ook rente over kunt vangen. En als je een account aan wil maken bij Bitvavo, kun je in ieder geval gebruik maken van de link die in de gepinde comment staat. En dan krijg je over de eerste 1000 euro aan crypto die je koopt of verkoopt, krijg je de transactiekosten in ieder geval terug van Bitfavo. Dat is mooi meegenomen. Dus accountgarantie, Bitvavo. Wat is dat dus? Nou ja, euh, zoals je weet, crypto is geen wettig betaalmiddel Dus je hebt geen bankgarantie. Kijk, als jij. In Nederland is het zo: dat als jij bij de bank geld hebt staan, dan heb je bankgarantie vanuit de overheid. Dat is tot 100.000 euro. Dus als de bank omvalt... dan heb je nog steeds recht op 100.000 euro. Dus als je een half miljoen cash bijvoorbeeld hebt... dan zou je dat over vijf verschillende banken uit moeten smeren... vijf keer een ton... dan is jouw half miljoen in ieder geval dus verzekerd. Bij crypto is dat niet zo. valt niet onder de bankgarantie. En daarmee is dit eigenlijk wel... ja, geeft wel een goed gevoel... als je dus accountgarantie hebt tot die 100.000 euro. Bitfavo heeft ook... Dus dit staat los overigens van als er een hack is. Als er een hack is... Dat betekent namelijk dat hackers dus in de hot storage uh, daar crypto stelen. Daar heeft Bitfavo via de, de partijen waar zij ook hun cold storage hebben een verzekering voor. Tot 255 miljoen euro, zoals je ziet. Dus als er een hack is, dan staat dat los van deze accountgarantie. Dus die heb je sowieso uh, die, um, in die verzekering. Tenminste, die heeft Bitfavo, maar daar kunnen wij dus een beroep op doen. Als er dus een hack plaatsgevonden heeft, dan zal Bitfavo dat regelen. En daarnaast dus. Uh, dat je tot 100.000 euro terug kunt krijgen, mocht er iemand ongeautoriseerde toegang hebben tot jouw account. Uh, en dus uh, ja, voor 100.000 euro heb je dan uh, potentieel recht om dat terug te krijgen. Als je dus meer gestolen zou worden vanuit jouw account omdat je account niet goed beveiligd is, je hebt bijvoorbeeld een heel makkelijk wachtwoord of wat dan ook. Alles boven de ton ben je dan dus sowieso kwijt. Hè? Dat is wel goed om je te realiseren. Daarom zeg ik ook altijd zorg ook voor spreiding. Dat je niet bij één exchange zit, maar bij meerdere. ...en dat je dus bijvoorbeeld ook gebruik kunt maken van Cold Storage... ...je eigen uh, hardware wallets. Ja, hoe werkt het dan? Nou ja, om in aanmerking te komen voor deze garantie... Uh, ...moet je in ieder geval de Know Your Customer steps doorlopen hebben bij Bitfavo. Nou, dus je moet je gewoon volledig registreren met je NAW-gegevens... ...een kopie van je paspoort of van je identiteitsbewijs, et cetera, et cetera. Alle gegevens die Bitfavo aan je vraagt moet je dus in ieder geval opgeven. Daarnaast... Um, is het zo dat je account open moet zijn voor minimaal 30 dagen nadat je uh, mag gaan traden. Dus crypto mag gaan kopen en verkopen. En je komt alleen maar uh, komt in aanmerking voor een reimbursement. Hè? Dus dat je het geld dus terugkrijgt. En je bent maar uh, voor één keer kom je in aanmerking voor de teruggave van Bitfavo. Dus stel je voor dat het je elke week zou overkomen ja dan heb je dus uh, hier pech want hier staat dat als er meerdere keren activiteiten plaatsvinden wordt dat niet gedekt nou zoals uh, hier uh, uh, gezegd is dan kan je in ieder geval de user agreement nog nalezen voor alle criteria maar hier staan de belangrijkste criteria daar gaan we nu in ieder geval doorheen je kunt je natuurlijk voorstellen dat als iemand het toegang krijgt tot jouw account en je account plundert en uh, dat je dus daarnaast, uh, daarna uh, je account ook beter gaat beveiligen. Ik vind het ook zeker raadzaam om two factor authentication in te stellen bij Bitvavo. Niet alleen bij Bitvavo, maar ik zou het bij al je accounts sowieso doen. Dat mocht iemand je wachtwoord weten, dan moet ze altijd nog die two factor authentication code hebben en invullen om bij je account te komen. Dus dat is ook weer een stukje extra bescherming voor jezelf. En uh, zeer belangrijk dat je dat uh, organiseert. Ja, dus wat er gedekt is: uh, Unauthorized withdrawal of crypto. Ja, dus iemand die onttrekt crypto van jouw Bitfavo-account. en het wordt dus gestuurd naar een andere account. en daar heb je geen weet van. Dat is in ieder geval valt onder de accountgarantie. Ook een ongeautoriseerde opname van euro's. Dus. Stel je voor, je hebt uh, een hele Bitcoin staan uh, bij Bitfavo. En die, Bitfavo, die Bitcoin wordt verkocht in jouw account. door iemand die oh, zeg maar, toegang tot jouw account heeft gekregen. En dat geld, die euro's, worden vervolgens uitgekeerd naar een ander rekeningnummer dan jouw rekeningnummer. Dan valt dat ook onder de accountgarantie. Ja, en wat is niet gedekt? Uh, sowieso om mee te beginnen: incorrecte transacties worden niet gedekt. Nou. Als er iets vervelend is met crypto, is dat als je een, een, een typfout zou maken in een adres, dan komt het dus niet aan bij jouw wallet en daarnaast ook het verkeerde netwerk selecteren. Dat zijn twee dingen die fout kunnen gaan. Dus ik vind het altijd heel erg raadzaam om uh, die lange adressen altijd te copy-pasten. En goed nog een keer te controleren of in ieder geval bijvoorbeeld de eerste 8 en de laatste 8 karakters hetzelfde zijn. Want als je een copy-paste-actie hebt gedaan, kan je er wel vanuit gaan dat de rest klopt. Maar sowieso, als je met grote bedragen gaat werken, controleer gewoon even goed dat adres. Dus bij een incorrecte transactie, als je dat zelf verkeerd doet, heb je geen accountgarantie. Oké. Okay? ...overigens bij uh, die transacties die je eventueel foutief doet... ...wat je zou kunnen overwegen... ...ik heb daar een tijd geleden een video over gemaakt... ...je zou bijvoorbeeld een domein NFT kunnen overwegen... ...waarmee je bijvoorbeeld jouw naam... ...ik heb uh, uh, meerdere NFT domeinnamen... ...bijvoorbeeld uh, eenrijkerleven.crypto heb ik... ...en als ik dus bitcoin naar eenrijkerleven.crypto zou sturen... ...dan wordt dat automatisch goed gerouteerd... ...dus je zou, als je dit soort dingen vaker doet... En je stuurt het bijvoorbeeld ook vaker naar hetzelfde adres, bijvoorbeeld cold storage of wat dan ook. Dan kan het ook helpen door zo'n domein-NFT aan te schaffen. En daarmee kun je dus gewoon versturen, crypto versturen naar een naam in plaats van naar een adres. En daar kun je dus niet alleen maar Bitcoin heen sturen, maar daar kan je echt een heleboel munten heen sturen. En er wordt automatisch aan de achterkant goed gerouteerd. Dus dat kan ook nog iets zijn als je moeite hebt met het. Uh, ja, als je dat gedoe vindt met die, al die transacties. Uh, vervolgens buying, selling en sending crypto. Nou, ook geen garantieën. De garantie dekt alleen ongeautoriseerde activiteit. Als je koopt, verkoopt, converteert of verstuurt. terwijl je je account gebruikt, um, ja, dan, is het uiteindelijk, uh, ja, dan is die transactie dat is dan niet de verantwoordelijkheid van BITVAVO. Een, een voorbeeld hier. For example, you are convinced by a fraudster to send funds to them. Nou, ja, dus dan word je dus niet gedekt. Dus als iemand jou oplicht, en je moet altijd uitkijken voor oplichters. Mensen die zich voordoen als iemand anders. Ik zie het ook wel eens dat uh, op Instagram krijg ik laatst heel veel berichten... dat er nepaccounts uh, rondgaan met namen die lijken op mijn naam. Ook het aantal volgers, zelfs mijn berichten staan daar ook bij. Ik zou je nooit vragen om uh, mij wat te sturen of om je gegevens met mij te delen. Het is dus belangrijk dat je altijd uitkijkt met als mensen vragen om jouw gegevens. Wordt niet gedekt door Bitfavo. Nou, als je winsten hebt, loss of profits... Uh, To be eligible for reimbursement, funds have to have left your account. For example, hackers access your account and convert your Bitcoin into ETH, uh, with subsequently drops in value. But those hackers were not able to withdraw your funds from your account. Nou, dus wat, wat bedoelen ze hiermee? Dat uh, op het moment om in aanmerking te komen voor die garantie, dan moeten de funds, of dat nou crypto is of euro's, die moeten uit jouw account Gegaan zijn. Dus als een hacker bijvoorbeeld toegang krijgt tot jouw account, wat hier staat, en die converteert jouw Bitcoin naar Ethereum, maar vervolgens daalt Ethereum bijvoorbeeld met 50%, maar uiteindelijk kunnen die, die funds dus niet uh, extracted worden, ze dus kunnen niet verzonden worden of opgenomen worden, dan kom je niet in aanmerking voor die garantie. Nou, als je dan afvraagt hoe lang duurt het dan voordat je dat geld krijgt van Bitfavor, kun je natuurlijk voorstellen dat het, het maatwerk is. Dus zal niet een doorlooptijd zijn van vijf werkdagen. ...als zoiets jou overkomt, als een hacker toegang heeft gekregen tot jouw account. Ik denk dat je al in je handjes mag knijpen dat Bitfavo is de eerste exchange die je kent... ...die dus op deze manier omgaat met zo'n situatie dat je potentieel geld terug kunt krijgen... ...als je dus gehackt bent en je geld, je crypto dus verloren bent. Er is niet iets wat... Ik zou het wel heel fijn vinden als alle exchanges zoiets gaan doen. Ik denk dat het nog meer vertrouwen gaat geven, ook in crypto gebruikers... Mensen die crypto kopen en verkopen. Maar dit is niet iets wat vanuit wetgeving is opgelegd... aan exchanges om dat te regelen voor, uh, voor hun klanten. Dit is dus op eigen initiatief van uh, Bitfavo. En ik ben uh, heel erg benieuwd hoe vaak dit voor gaat komen... in 2022 en 2023 en verder. En hoeveel exchanges ook dit soort initiatieven gaan nemen. Want ja, we weten wel, dat zien we ook wel... dat, dat veel alle exchanges wel uh, verzekerd zijn tegen hacks. Ja, hacks kun je gewoon, je kan je wel... Uh, beschermen uh, tegen hacks, maar uiteindelijk kan je het nooit voorkomen. Dat is een beetje hetzelfde als inbrekers. Die vinden altijd wel een manier om in te breken. Alleen vervolgens, wat gebeurt er als je spullen kwijt bent en hoeveel geld kun je dan nog terugkrijgen? En dat is bij Bitvavo ook gewoon goed geregeld: die verzekeringen bij andere exchanges ook. Maar in dit geval dus, als een hacker toegang krijgt tot je account, je crypto verstuurt of verkoopt, kan je in aanmerking komen voor dus die garantie. En natuurlijk, uh, dat betekent dat er aangifte bij de politie bij komt kijken, et cetera, et cetera. Dus uh, daarmee. Zal het heus wel even duren voordat je dat geld krijgt. Alleen je kunt daar dus voor in aanmerking komen. Ik vind het een hele mooie ontwikkeling. Ik denk dat als je het hebt over hoe veilig is jouw crypto bij een exchange. Kijk, wat je moet realiseren: dat als een exchange uiteindelijk zou omvallen, failliet zou gaan. dan loop je dus het risico dat je je geld kwijt bent. Dat blijft. Dat risico is altijd nog steeds van kracht. Aan de andere kant, als er dus een hack plaatsvindt, is er al een verzekering. Dus dan is de kans dat jij jouw crypto kwijtraakt al zeer beperkt. En daarnaast kan je nu ook stellen dat als je account gehackt wordt of je hebt nog geen two-factor authentication bijvoorbeeld, zorg dat je dat wel regelt voor jezelf. Op wat voor reden dan ook, je hebt je wachtwoord op een briefje geschreven en je hebt het in de trein laten slingeren en iemand logt daarmee in. En denkt: Oh, hé, hey, ik zal eens even een bitcoin versturen naar een ander adres. Sowieso. Bij Bitfavo moet je best veel moeite doen om een nieuw adres te whitelisten, dat duurt ook 24 uur. Dus, uh, zo, ja, als, dus niet iemand kan zomaar. Crypto bij Bitvavo versturen naar een adres wat niet in jouw adresboek staat. Dat is ook wel goed om te weten. Uh, maar ja, ik vind het in ieder geval een hele mooie stap voorwaarts weer bij Bitvavo. ben benieuwd wat jij daarvan vindt en of je al bij Bitvavo zit. Uh, verder, ja, um, ik heb ook nog tutorials van Bitvavo. Als je nieuw bent bij Bitvavo, als je bijvoorbeeld wil weten hoe je, hoe de interface eruit ziet, maar ook bijvoorbeeld uh, geavanceerd wilt traden bij Bitvavo, dat kan. Daarmee kan je ook limietopdrachten instellen. Daarmee kan je dus zowel kopen, verkopen met limietorders, maar dan kan je bijvoorbeeld ook een stoplimit order plaatsen. Dat betekent dat als de prijs bijvoorbeeld daalt, stel je voor vandaag staat Bitcoin op 30.000 dollar, maar jij denkt nou bij 29.000 dollar wil ik gewoon mijn winst nemen of mijn verlies nemen, dan kun je een stoplimit order plaatsen. Dat kan allemaal via het geavanceerde platform. Dus als je daar meer over wil weten, dan link ik hier even de video. Kan je die in ieder geval daarover kijken. Zeker interessant om te weten hoe dat werkt, dat je dat ook in jouw voordeel kunt gebruiken. En dus, of uh, sowieso gegarandeerde winst kunt gaan nemen. Niet uh, vooral zo we straks weer in de boelmarkt zitten. Of dat je je verliezen beperkt. Ja? Nou, dat was even de korte update over de, de accountgarantie bij Betvavo. Ik ben er zelf in ieder geval enthousiast over. Wees altijd voorzichtig met wachtwoorden. Maak, zorg ervoor dat je je wachtwoorden ook uh, differentiëert. nooit hetzelfde wachtwoord bij al je accounts. Maak gebruik van apps daarvoor. Ik heb bijvoorbeeld een Mac, daar kun je gebruik maken van je keychain. Maar er zijn allerlei apps, bijvoorbeeld OnePassword. is ook een hele goede app die een wachtwoordgenerator in zich heeft. En die heel erg goed beveiligd zijn om wachtwoorden mee te genereren, zodat je ze niet allemaal vanuit je hoofd doet. A, je kunt het natuurlijk vergeten, maar B, ze zijn vaak makkelijker om te hacken en om te, ja, om te raden, dus ook. Ik wil je in ieder geval weer bedanken voor het kijken? Mocht je nog niet geabonneerd zijn op een Rijke Leven, vergeet je, je zeker niet om te abonneren. En dan zie ik je graag weer terug in de volgende aflevering. Ik wens je nog een hele mooie dag. Tot ziens.